Mijn naam is Wim de Brummelschoede en naast mij staat mevrouw Marieke. En we hebben samen 3 kinderen en we hebben een melkveebedrijf in de gemeente Wendelswijk, in de buurtschap Huppel. We hebben 125 koeien. We hebben een quota van 1,1 miljoen liter melk. De gemiddelde dagproductie ligt momenteel rond de 30 kilogram. En dat resulteert dan in een jaarproductie van plusminus 9000 kilogram melk. In 2008 hebben we besloten om een nieuwe stal te bouwen. Toen hebben we gezegd van hoe groot moeten we maken, hoe gaan we het verder aanpakken. Toen hebben we besloten om een stal van 100 koeien erbij naast te zetten. We hadden dan ongeveer voor een 150 melkkoeien. En dan hadden wij voor onszelf zoiets van, als we daar de kosten mee kunnen verdienen, en dan hebben we wat uitbreidmogelijkheden. En ook gezien recht in 2015 al een klein beetje. En toen hebben we dus ook besloten om een melkrobot erin te doen. Of we moesten zelf meer melken of met meer personeel gaan werken. Toen hebben wij gekozen voor de melkrobot, om dan toch wat meer flexibel te zijn in de tijden van 's morgens en 's avonds en met name 's avonds. In overleg met Westfalia hebben we gekozen voor een robot met een 3-boxen-systeem. En dat was bij ons eigenlijk het voordeel dat we zeiden van we willen naar 150 koeien. En dan konden we met 2 andere merken, andere boxen, robots konden we niet toe. En met Westfalia konden we dat wel. En dan hadden we een capaciteit van ongeveer 140 tot 150 koeien, wat bij ons in het staltype zou passen. Ja, ik zie gewoon dat, ook met name door het goede aansluiten, de koeien heel rustig in de boxen staan, rustiger als bij de vorige. En dat ook gelijk aansluiten, gelijk de melk laten schieten, dat die oxytocine vrijkomt. En dat resulteert toch in een betere melkproductie en dat de koeien, heb ik het idee, veel beter leeggemolken en echt de uiers goed leeggemolken zijn. En dat is natuurlijk toch wel van wezenlijk belang. Het grote voordeel van de MI1 is dat de melktechniek goed is. Plus dat de energiekosten toch lager liggen als andere merken. En met name ook dat het gemiddelde celgetal lager ligt. En dat vind ik toch wel 3 à 4 dingen die van groot belang zijn. En wat dan ook weer zal resulteren in duurzame koeien. Sinds 22 november heb ik nog geen koe gehad weer met uironsteken. Dus ik vind dat wel een, ja, ondanks dat ik het zelf zeg, een prestatie. Ik bedoel maar, dat geeft toch wel aan dat de machine goed melkt. Bij deze nieuwe robot zitten de koeien nou momenteel een minuut korter in de box. En als je dan nagaat dat je op 110 koeien en 3 melkingen per dag, dan scheelt dat 330 minuten, is wel 5 uur op een dag. En dat geeft natuurlijk wel ontzettend veel ruimte voor eventueel uitbreiding of dat het toch qua energiekosten toch allemaal in het voordeel werkt. Nu met de MI1 kan ik het bedrijf grotendeels in mijn eentje runnen. En daarnaast hebben we dan nog 2 dagen in de week hebben we hulp van de buurjongen. Je kunt natuurlijk bedenken, als alles goed loopt en op rolletjes loopt, ja, dan geeft dat natuurlijk ontzettend veel arbeidsvreugde en arbeidsplezier. Dan ga je dan met plezier naar de stal toe.